Ik ben Sonjerin Dikke, ik ben 51 jaar en ik werk hier op de afdeling hartchirurgie als physician assistant. Ik ben van oorsprong intensive care verpleegkundige en op die manier ook 23 jaar geleden inmiddels in Isola gestart. Ik heb heel veel jaren leiding gegeven en in 2014 heb ik de overstap gemaakt naar de functie van physician assistant. Daarvoor heb ik een brede medische masteropleiding gevolgd. En in eerste instantie in het aandachtsgebied van de cardiologie en sinds de laatste 5 jaar dus op de hartchirurgie. En dat houdt dus in dat ik verantwoordelijk ben voor het medische beleid, van opname tot ontslag van de patiënten die hier voor hun hart worden opgenomen. Mensen worden hier opgenomen om aan hun hart geopereerd te worden. Bijvoorbeeld als je omleidingen nodig hebt bij aderverkalking of als er een nieuwe hartklep nodig is of geopereerd moet worden aan de aorteklep. En dan dat soort patiënten zien we hier. Mensen worden opgenomen, dan zijn er vaak in het voortraject al allerlei onderzoeken gedaan. En op de dag van opname vullen we dat dan aan nog met wat laatste onderzoeken. En we hebben een gesprek met de patiënt, dat noem je een anamnesegesprek. En waarin je eigenlijk vraagt van hoe het de laatste tijd gegaan is en of er nog bijzonderheden zijn. En dan doen we ook wat lichamelijk onderzoek om alles volledig helder te hebben voor de start van de operatie. Nou, als patiënten terugkomen van de IC, waar ze meestal een dag verblijven, dan zijn ze de rest van de tijd weer bij ons op de afdeling en zijn we weer verantwoordelijk voor de patiënt. Betekent dat we dagelijks voor de visite bij de patiënt langskomen en dan beoordelen hoe het met de patiënt gaat, bijvoorbeeld qua pijn en of het, hoe het met de ademhaling is, hoe ze geslapen hebben. Daarin beoordelen we ook hoe het bijvoorbeeld met de bloeddruk met ze gaat en aanvullend onderzoek beoordelen we. En zo nodig stellen we daar een nieuw plan voor op. Nou, dagelijks worden er ook wel wijzigingen in de medicatie aangebracht. En als er wel afwijkingen zijn, dan maken we daar een plan voor met de verpleegkundigen. We werken met een leuk, jong en enthousiast team die ook nog extra geschoold zijn voor dit werk, om deze patiëntenzorg te kunnen doen. Ja, ik vind het ook belangrijk om dat ze makkelijk bij ons als PA's of als de chirurgen terecht kunnen om vragen te stellen over de patiënt als er twijfels zijn of zorgen zijn over de gezondheid. Verpleegkundigen zijn eigenlijk onze ogen en oren gedurende de 24 uur. En doordat zij alert zijn op hoe het met de patiënt gaat, kan je op die manier samen die patiëntenzorg echt goed laten verlopen. Ja, ik doe dit werk dus op deze afdeling alweer ruim 5 jaar en ik vind het gewoon een ontzettend leuke functie. Dat dagelijkse contact met patiënten, maar ook als het wat ingewikkelder is en je van alles nodig is om het weer beter te maken. Ja, dat daagt mijzelf uit als beroepsbeoefenaar. En dat blijft elke dag weer leuk, ook omdat het iedere dag weer anders is. Nou, goed om elkaar eventjes te treffen. U heeft al lange tijd hier gelegen en er is van alles gebeurd. Dus fijn om eventjes met elkaar. Fijn om te horen hoor. Ja, fijn om even met elkaar alles op een rij te zetten. Familiebegeleiding is ook een belangrijk deel van ons werk. Zeker als mensen wat langer bij ons liggen en de herstel trager verloopt. Dan plannen we 1 keer in de zoveel tijd een familiegesprek met de naaste van de patiënt en met de patiënt zelf. En door alles goed op een rij te zetten wat er dan gebeurd is, biedt dat voor de patiënt heel veel meer grip en verduidelijking. Ik vind het zelf ook heel leuk om te doen, omdat het ook helpt in het verwerken van alles.